Drie dingen die je kunt doen om assertiever te worden. Bij assertiviteit denken we al gauw aan dingen die je moet leren, dingen die je moet doen om assertiever te worden. Bijvoorbeeld nee zeggen, de confrontatie aangaan en jezelf beter voorbereiden op die situaties waarin je een assertieve houding wil aannemen. Ik vind dat toch lastig advies, want juist die dingen, nee zeggen, de confrontatie aangaan, ja, die vinden mensen die assertiever willen worden moeilijk om te doen. En daarom wil ik je in deze video drie dingen laten zien, drie dingen aangeven waar je mee kunt stoppen. Dingen die je zelf dus kunt laten om assertiever over te komen. En dat blijft best lastig, want het vergt enige kritische zelfreflectie. Maar ik ga je aan het einde van deze video ook laten zien hoe je die zelfreflectie kunt organiseren. Het eerste waar je mee kunt stoppen om assertiever over te komen is het gebruiken van verkleinwoorden. Veel van de cursisten die we trainen bij het Nederlands Debat Instituut, die zie ik onbewust woorden gebruiken die niet bevorderend zijn voor je overtuigingskracht en waarmee je dus minder assertief overkomt. Denk aan woorden als ik wil een klein beetje van jullie tijd, mag ik een klein beetje van jullie tijd, of ik heb misschien een goed idee, mag ik even iets naar voren brengen. En al die woorden misschien een beetje even, ja, die communiceren eigenlijk een zekere onzekerheid. Onzekerheid over twee dingen. Onzekerheid ten eerste over je recht om iets te zeggen. Als je even de tijd nodig hebt, waarom zou je niet gewoon de tijd nemen? De tijd die je ook toekomt. En anderzijds het onzekere over de inhoud van je verhaal. Ik heb misschien een goed idee. Helemaal niet nodig. Laat die woorden weg. Je gebruikt ze vaak onbewust. En dan ga je merken, als je die woorden weglaat, dat je een stuk overtuigender en assertiever overkomt. Wanneer je een bijdrage aan een discussie of een debat wil leveren, of je wil graag een vraag stellen tijdens een publieksbijeenkomst, misschien gewoon opstaan om iets te zeggen tijdens een meeting, ja, dan wil je dat graag goed doen. Je wil dat zo goed mogelijk doen. En ik zie dan ook heel vaak dat mensen tot vlak voor het moment dat ze op moeten, nog ontzettend veel aan het stampen zijn en precies hun zinnen aan het voorbereiden zijn. Stop daarmee. Dat is mijn tweede tip. Waarom? Je kunt er eigenlijk zeker van zijn dat wanneer je precies van woord tot woord je speech of je bijdrage of je vraag hebt voorbereid, ja, dat je dan in het uitspreken daarvan jezelf verliest. Veel beter is het om even het moment van rust te nemen. En wat neem je dan wel mee? Wat bereid je dan wel voor? Dat is niet de exacte tekst die je wil uitspreken, maar dat is de structuur die je naar voren wil brengen. Bijvoorbeeld de kernboodschap en de drie belangrijkste onderdelen of argumenten van je verhaal. Hoe helpt dat nou om assertiever over te komen? Nou, als je helemaal in die voorbereiding zit en je weet precies wat je wil zeggen, dan is het heel moeilijk om ad hoc te reageren op de situatie. En juist dat helpt, het ad hoc kunnen reageren om assertiever over te komen. Stop dus met het intensief voorbereiden woord tot woord en begin met het meenemen van wat is nou de structuur die ik naar voren wil brengen. Als laatste wil ik je graag een inzicht meegeven dat ik bijna bij alle trainingen in het eerste uur al meegeef aan een van onze cursisten. En dat is: stop met jezelf ondergraven voor je begint met spreken. Een situatie die ik in de praktijk nogal eens meemaak is dat mensen opstaan om te spreken, een bijdrage aan een discussie willen leveren of een pitch gaan houden. En hun begin is dan: ik heb het nog niet zo goed voorbereid, maar, of ik ben niet echt een expert op dit onderwerp, maar stop daarmee. Helemaal niet nodig. Want wat gebeurt er als je dit soort zinnen uitspreekt? Nou, ten eerste vormen dit soort zinnen nooit een goede bijdrage voor het begin van je verhaal. Wat wil je in het begin doen? Je wil nieuwsgierig maken, je wil structuur bieden, je wil de aandacht trekken. Niet jezelf ondergraven. En ten tweede frame je jezelf ook op een bepaalde manier. Je zegt eigenlijk over jezelf, ja, ik zou hier niet moeten staan, maar omdat het moet sta ik hier toch maar iets te vertellen. Stop daar dus mee. Ondergraaf jezelf niet voor je begint met spreken. Goed, dat was de theorie. Nu de praktijk. Hoe breng je dit nu in de praktijk? Nou, dat kan maar op één manier en dat is door te oefenen. Eén manier om dat te doen is om iemand te vragen jou te filmen terwijl je een speech of een bijdrage of een presentatie levert. Dat is helemaal niet gek. Iemand kan gewoon achter in de zaal staan om jou te filmen. En dat ga je dan zo snel mogelijk terugkijken. En nou ja, dan vallen je ontzettend veel dingen op. In pauzes, in rustmomenten, in woordgebruik. En daar kun je heel erg veel van leren. Best spannend om te doen, maar heel erg nuttig. Ten tweede, je kunt ook gewoon een collega vragen met wie je bijvoorbeeld samen een overleg ingaat, om specifiek te letten op het gebruik van verkleinwoorden.
Bespreek na de meeting gelijk wat hem of haar opviel en daar leer je ook ontzettend veel van. Zoals altijd, deel met ons of je deze tips nuttig vond. Deel met ons wat je nog meer zou willen weten of leren. En zoals altijd, vergeet je niet te abonneren op het kanaal van het Nederlands Debatinstituut.